Mijn naam is Katja de Man, ik kom uit Liemden. Mijn bedrijf heet Kunstevenement en we organiseren kunstzinnige evenementen met een culinaire touch. Ik werk veel met freelancers. Mijn vraag is, waarvoor is een VAR-verklaring eigenlijk nodig? Kunstevenement biedt een prachtige locatie die bedrijven en particulieren huren om een bijzondere gelegenheid te vieren. Van huis uit ben ik kunstenaar. Mijn eigen touch is dat ik in elk detail van de ruimte, het eten, de verzorging, de gastvrijheid een kunstzinnige touch leg. Dus ik probeer altijd net eventjes één stapje verder te gaan dan dat mensen normaal zouden doen. We geven heel veel workshops. Een workshop schilderen, een workshop theater maken, een workshop kunstenaarskunde. Dat is een training eigenlijk die zeg maar in-depth gaat over de kunstenaar. De kunstenaar die in iedereen zit. In het bakhuisje worden pizza workshops gegeven. We leren mensen hoe ze deeg moeten maken, hoe ze een enorm vuur aan moeten steken. We gaan het bos in om takkenbossen te zoeken en te verzamelen. In mijn bedrijf kan ik eigenlijk niemand vast in dienst nemen. De ene week heb ik het heel erg druk en de andere week heb ik het helemaal niet druk. Dus een vaste aanstelling kan ik niemand geven. Daarom ben ik genoodzaakt om freelancers in te huren. Die freelancers die blijken dus een VAR-verklaring nodig te hebben. En mijn vraag is dus, waarom hebben ze die nodig en waarom heb ik die nodig? Katje, nou, voor zover ik jouw vraag heb begrepen, wil je inderdaad zelfstandigen in gaan zetten als jij piekmomenten hebt bij evenementen. Heb je vragen over de VAR gehoord, wat dat nou uiteindelijk inhoudt. De VAR is een verklaring die de Belastingdienst afgeeft, waaruit blijkt hoe dat zij een zelfstandige zien. Wat voor jou van belang is, dat jij zo'n VAR-verklaring aan zo'n zelfstandige vraagt. En dat zou in jouw geval misschien een kok kunnen zijn of een andere. Ik huur wel in wanneer een schilderworkshop is, iemand die workshop kan geven of inderdaad een kok. Stel dat je je kok regelmatig inzet. Hè. Elk weekend je hebt de topdrukte en je hebt elk weekend een partij waarvoor je hem zou in kunnen zetten. Nou, dan is het handig om aan betreffende persoon een VAR-verklaring te vragen. En wat voor jou de meeste zekerheid biedt, is als zij een VAR-verklaring kunnen laten zien waarop staat dat zij winst uit onderneming hebben. Dat vrijwaart jou van loonheffing en werknemerspremies. Waar je dan rekening mee moet houden, is dat je dat ook in je administratie moet verantwoorden. Dus dat je een kopie legitimatiebewijs zou moeten overleggen en tevens een kopie van de VAR-verklaring moet behouden. Dus het is een stukje extra garantie voor jezelf dat je zeker weet dat je met een zelfstandige te maken hebt. En dat je die verantwoord in kunt zetten bij jouw piekmomenten. Ja, het is helder uitgelegd, het is me duidelijk. Nou, graag gedaan. Ja, dank je. Ja, ik heb er wel iets aan gehad. Ik weet nu dat je ze nodig hebt. En ik zal ze ook maar eens gaan verzamelen dan. Ik weet ook wanneer je ze niet nodig hebt. Dus wanneer je mensen niet heel vaak inhuurt, dan blijkt je ze niet echt nodig te hebben.